Met de aankomst bovenop de Pla de Albi zitten de Pyreneeëndagen erop en gaan we uitkijken naar de rustdag. Maar eerst maken we de balans op van de eerste 2 weken. Ja, Daan, we hebben even een mooi plekje uitgekozen voor een soort kanobaan. Ergens in Foix, daar was de aankomst van etappe nummer 15. Eerst even over die eerste 2 weken van de Tour de France. Zijn dat nou de beste Tour de France weken van de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat we mogen hopen dat het de spannendste slotweek in de Tour wordt in lange tijd. Dat is natuurlijk een simpele opmerking als je naar het klassement kijkt, waarin de eerste 6 renners op 2 minuten en 12 seconden van elkaar staan. Ja, het was voor de echte toppers, hè, voor de mannen die meedoen aan de eindzegen, was het wel even wachten op het spektakel. Maar de laatste, ja, eigenlijk vanaf de tijdrit hebben we dat wel echt gekregen. Ja, wie heeft nou eigenlijk de beste benen als je kijkt naar de eerste 2 weken? Nou, dat verschilt dus elke dag. Hè. Dat maakt het nou zo leuk. Ja. Thomas is op zaterdag niet zo goed. Op zondag is hij weer een stuk beter. Kruiswijk was op zaterdag echt top. Op zondag was hij net wat minder Pino. Als op zondag opeens de beste klimmer. Kijk, als dat zo doorzet, hè, dat je echt niet, dat de ene dag de andere dag echt niet is. Ja, dan heb je als kijker een ontzettend mooie koers. Ja, en dat wordt tactisch ook dan heel interessant. Ik bedoel, er zijn zoveel ploegen die voor de belangen kunnen strijden, maar niemand steekt er echt bovenuit, hè? Ja, het zou wel eens kunnen dat de iets wat anonieme mannen achter het peloton, hè, de ploegleiders in de auto's, dat die ja, misschien ook wel nog steeds anoniem, maar in ieder geval een grote rol gaan spelen. Want ja, de eerste 6 renners staan binnen 2 minuten en 12 seconden van elkaar. En je zag zondag al dat er gewoon ja, hele interessante tactische situaties ontstaan die opgelost moeten worden. Het lastige was misschien wel voor Geraint Thomas. Ja, die kon even niet mee met Pinot, maar Bernal wel. En toen zat hij opeens gevangen. Samen met Alaphilippe, want ja, als hij op kop ging rijden samen met Wout Poels, dan zou Alaphilippe lachend in het wiel zitten en lekker naar Bernal rijden. Dat ging hij dus niet doen. Uiteindelijk moest hij daar ook kilometers achter Alaphilippe zitten en reed Pinot bijna 5 seconden bij hem weg. Nou ja, dat is één voorbeeld en daar zijn er nog wel meer van geweest en dat zullen we alleen nog maar meer gaan krijgen. Ja, we hebben de Pyreneeën gehad, we gaan nu naar de Alpen. Kruiswijk, je hebt het al vaker gezegd dat hij op grote hoogtes goed kan presteren. Zijn de Alpen daardoor geschikt voor hem? Nou, wat hij met name kan, is in de laatste week goed presteren. Dat is waar hij voor zich op voorbereid heeft. Dat is waar ze ook echt op hopen bij Jumbo-Visma. Ja, op zich, de Alpen of de Pyreneeën maakt wat dat betreft niet zo heel veel uit. Maar wat er echt gaat gebeuren in de Alpen, is dat we echt de hoogte in gaan. We gaan op vrijdag zelfs naar 2770 meter. Wow. Ja, dat is iets wat je zelden meemaakt in de Tour. En dat gaat met iedereen wat doen. Kruiswijk heeft net als al die andere klassementsrijders, zijn ze het gewend om boven 2000 meter te zijn. Omdat ze heel veel hoogtestages doen. En hij heeft het ook allemaal verkend. Maar ja, dat wordt wel echt een factor. Goed, eerst hebben we die rustdag. Ik denk dat heel veel renners daar aan toe zijn. Morgen persconferenties, daar zullen wij ook een aantal van uit gaan kiezen. Dat zult u allemaal zien op nu.nl. Tot de volgende keer.